Gemeente De Bilt kende een relatief rustige jaarwisseling. Het vuurwerkverbod was om 12 uur 's nachts niet echt merkbaar, maar gelukkig waren er weinig incidenten. De brandweer rukte uit voor een brandalarm bij de kwinkelier, maar dit bleek meer rook dan vuur te zijn. Verder waren er 2 kleine containerbrandjes op de spoorlaan en de Troelstraweg. De politie kreeg rond 4 uur in de ochtend een melding van een opgeblazen personenauto op de Uranuslaan in Bilthoven. De auto zal niet meer op de weg terugkeren, want werkelijk alles was ontzet. Een krachtige vuurwerkbom heeft een eind aan deze auto gemaakt. Op de dag werden politie en brandweer nog opgeroepen naar de Sint-Laurensweg in De Bilt, omdat daar in een afvalcontainer een zogenaamde Shell vuurwerkbom werd aangetroffen. Deze behoren tot de mortierbommen en vallen onder het professionele vuurwerk dat niet aan particulieren mag worden verkocht. De brandweer haalde de Shell uit de container, waarna deze later door de EOD zou worden opgehaald.